Welkom in deze korte online voorstelling van de Master in Bedrijfseconomie. Mijn naam is Philip van Kouwenberg, ik ben verantwoordelijk voor deze opleiding. Om de opleiding te situeren, stel ik graag even onze basisopleiding voor bij de faculteit Economie. Links bovenaan ziet u daar staan Economische Wetenschappen en anderzijds drie opleidingen daaronder. Handelsingenieur, Handelswetenschappen en Toegepaste Economie. Economische wetenschappen, de tegenhanger in de verbredende master ziet u daar rechts staan onder de benaming Algemene Economie, heeft eigenlijk als studieobject ja, de Algemene Economie. Het gaat daar over aggregaten. Thema's die daar besproken worden zijn bijvoorbeeld werkloosheid, inflatie, begrotingsbeleid en dergelijke meer. De drie opleidingen daaronder hebben allemaal als gemeenschappelijk thema de focus op het bedrijf. De tegenhanger in de verbredende master is de opleiding waar het hier over gaat, bedrijfseconomie, afstudierichting bedrijfseconomie. Er is ook een afstudierichting fiscaliteit binnen bedrijfseconomie die meer in detail ingaat op aspecten van belastingen, vennootschapsbelastingen en dergelijke meer. Onze instroom is eigenlijk heel divers. Je ziet er eigenlijk bijna alle richtingen, kan ik zeggen alle richtingen, maar toch heel veel richtingen staan binnen deze universiteit. Wat zijn de voornaamste redenen om deze opleiding aan te vatten? Wel, het staat niet op deze slide, maar naar mijn smaak is de beste manier om die opleiding te bekijken als je even denkt aan de opleiding Master TEW, een vierjarige opleiding. Daar zitten flink wat ondersteunende vakken in, zoals wiskunde 1, 2, statistiek 1, 2, Engels 1, 2, Frans 1, 2 en dergelijke meer. Als je al deze opleidingsonderdelen daaruit haalt, dan hou je eigenlijk onze opleiding Master in Bedrijfseconomie over. Het is wat kort door de bocht, maar het komt daar wel in een bepaalde mate op neer. Dus je wordt dus eigenlijk op een geconcentreerde wijze gedurende een jaar ondergedompeld in ja, zeg maar alle theoretische kanten van opleiding TEW. Administratief gezien is een voordeel van onze opleiding dat u zich kan kandidaat stellen voor alle vacatures waar men de voorwaarden dat u een economisch diploma heeft, dat u daar nu aan voldoet door deze opleiding te volgen. Maar het gaat natuurlijk veel verder dan louter een diploma dat u toegang heeft tot de arbeidsmarkt. Via onze opleiding gaat een hele wereld voor u opengaan van begrippen, termen, concepten, relaties, theorieën, zaken waarvan u nog nooit had gehoord of misschien al van had gehoord, maar niet had begrepen. Plots gaat u ja, economist zijn, de taal van een economist spreken. Dat betekent dat u sneller uw weg zal vinden in het bedrijfsleven, sneller carrière kan maken. En de combinatie van een vooropleiding, wat ze ook wezen, in combinatie met een opleiding bedrijfseconomie, is echt een heel sterke combinatie op de arbeidsmarkt. Wie is er toegelaten tot onze opleiding? Wel, we moeten een onderscheid maken tussen mensen die een voorbereidingsprogramma moeten volgen, dat is de meerderheid. Er zijn drie uitzonderingen, u ziet ze daar staan, onder andere mensen die economische wetenschappen hebben gevolgd, maar al de rest dus moet een voorbereidingsprogramma volgen van 21 studiepunten. Mensen uit handelswetenschappen, handelsingenieur en toegepaste economie zijn uiteraard niet toegelaten in de opleiding, omdat ze eigenlijk het diploma al bezitten. Welke vakken gaat u krijgen? In een andere slideshow die op de site van de opleiding staat, kan u meer in detail zien welke vakken er allemaal zijn. En wat ik u eigenlijk zou aanraden is dat u voor de basisvakken, maar vooral voor de keuzevakken, dus doorklikt naar de ECTS-fiche en u verder informeert naar de inhoud en of dat het iets is voor u. In het voorbereidingsprogramma hebben we een vak economie. Dat is een beetje de master algemene economie in het kort, omdat we vinden dat een bedrijfseconoom toch een zekere kennis van EEW, van algemene economie, moet hebben. Een ander vak is inleiding financiële rapportering en boekhoudtechniek. Dat gaat over dubbel boekhouden om de balans en de resultaatrekening te kunnen opstellen. Marketing management en onderzoeksmethodologie. Dat laatste vak is daar omdat het een master in bedrijfseconomie is. En bij een masterdiploma hoort een masterproef. En ter ondersteuning van die masterproef is er een vak onderzoeksmethodologie. Het dient gezegd dat heel veel studenten in de praktijk vanuit hun basisopleiding reeds vakken onderzoeksmethodologie hebben gehad.
en dat ze daar heel vaak een vrijstelling kunnen voor verkrijgen. Over het aanvragen van vrijstelling zeg ik op het einde van deze presentatie nog iets meer. Na het voorbereidingsprogramma bespreek ik even de vakken van de eigenlijke master. Daar zijn vier verplichte vakken. Dat is algemeen beheer, management, organisatietheorie, zeg maar, kostenberekening en analyse, financieel management en financiële economische actualiteit. Daarnaast ziet u dat u ook keuzevakken moet of mag kiezen. En we hebben daar voor u een aantal inhoudelijke blokken afgeleid. Onder elk van die blokken zitten verschillende vakken waaruit u kan kiezen. En u kan tal van keuzes maken. U kan dat doen op een heel brede manier. Dat wil zeggen dat u uit verschillende blokken aan één of meerdere keuzevakken kiest. Of u kan dat heel geconcentreerd doen, dat u bijvoorbeeld al uw keuzevakken kiest uit bedrijfsfinanciering. Dat is een focus die u al of niet zelf kan maken. Het is wel van belang te beseffen dat de vakken uit het voorbereidingsprogramma en de plichtvakken uit de eigenlijke master, dat die specifiek op maat zijn gemaakt voor deze opleiding. En dat die dus ook qua planning mooi met elkaar aligneren in de zin van, daar zijn dus geen overlaps qua agenda. Nu, de vakken uit die blokken die u onderaan ziet, dat zijn eigenlijk allemaal vakken uit de master TEW of de Master Handelsingenieur. En die zijn binnen die opleidingen wel op elkaar afgestemd, maar er is dus geen garantie dat er geen overlap is tussen enkele of meerdere van die vakken uit die verschillende blokken. Dus dat is ook wel iets dat u in de gaten moet houden. Daarnaast ziet u daar een aantal blokken in het geel staan. Dat wil zeggen dat er onder die blokken vakken zitten die gegeven worden volgens het modulair systeem. Het modulair systeem betekent dat een vak wordt gegeven op 6 à 7 weken examen inbegrepen. Het is op zich geen drama, alleen moet u beseffen dat als u per toeval 3 keuzevakken zou nemen bijvoorbeeld, die allemaal volgens dat systeem lopen en die zich qua timing allemaal bijvoorbeeld in oktober bevinden, dat u wel een heel zware periode tegemoet gaat. Dus voor al die vakken zou het advies zijn, open eens even de ECTS-fiche, informeer u over de inhoud of het iets is voor u, maar kijk toch ook even naar de timing van het vak en de aard van het vak, en daarmee bedoel ik of het gegeven wordt volgens het modulair systeem, ja of nee. Finaal ziet u daar ook staan masterproof, inderdaad. Hè. Zoals gezegd, het is een master bedrijfseconomie, daar hoort een masterproof bij. En dat is geen sinecure in onze opleiding. Wat bedoel ik daarmee? In uw thuisfaculteit, daar loopt u typisch al een tijdje rond. U kent de proffen, u kent de domeinen, u heeft wel een idee van wat uw voorkeur werkt qua domein. Dus het is relatief makkelijk om een promotor te zoeken. Bij ons ja, moet u eigenlijk vrij snel, we spreken over september, oktober, een onderwerp afbaken en een promotor vinden. En er is wel een lijst op SharePoint van potentiële onderwerpen, maar dan nog blijft het ja, niet zo evident om daar een keuze te maken zo vroeg in de opleiding. Mijn advies zou daar het volgende zijn, dat u eens even nadenkt op basis van de studie van die ECTS-fiches, en misschien ook op basis van de keuzevakken die u op uw basis van uw voorkeur heeft gemaakt, en dat u eens nadenkt over wat uw voorkeur werkt uit qua thema. Is dat eerder marketing, is dat eerder finance, is dat eerder accountancy? En dat u eens kijkt welke proffen er binnen die domeinen actief zijn. En dat u dan gewoon die proffen eens mailt en een afspraak vraagt om eens te praten over wat de mogelijkheden zijn. Het is ook altijd mogelijk om naast de lijst van onderwerpen die u hier ziet staan, om zelf een onderwerp te ontwikkelen in samenspraak met de promotor. Dat geldt in het bijzonder voor werkstudenten die een werksituatie eventueel kunnen gebruiken als startpunt voor het ontwikkelen van een masterproof. Wat betreft voorkennis en ondersteuning, wat betreft voorkennis kan ik u geruststellen, er is geen voorkennis vereist. U moet zich dus geen zorgen maken dat u nog niks af weet van bedrijfseconomie. Dat is net de bestaansreden van die opleiding. U zal geen medestudenten vinden die al heel veel kennis hebben van economie, anders hadden ze die richting niet gedaan. U hoeft zich geen zorgen te maken op vlak van wiskundige voorkennis, op vlak van kennis van boekhouden. De factor wiskunde in onze opleiding weegt niet zo zwaar. En alles wat betreft boekhouden wordt eigenlijk in de opleiding zelf aangeleerd.
Dan verwijs ik u graag nog door naar mevrouw Laurie Janssens, bij wie u terecht kunt voor al uw praktische vragen in kwestie van programmasamenstelling, studieproblemen, studieprogramma en dergelijke meer. Een laatste woordje nog betreft de vrijstellingen. Een aantal studenten, en dat zijn er elk jaar flink wat, zal één of meerdere vrijstellingen hebben op basis van opleidingsonderdelen waarvoor ze een credit hebben behaald in hun vooropleiding. Het is belangrijk om te beseffen dat die vrijstellingen niet automatisch worden toegekend. Daar is wel een lijst van opleidingsonderdelen die vaak aanleiding hebben gegeven tot een vrijstelling, maar u moet nog altijd op basis van uw individueel dossier, dus uw puntenbriefjes en de vakken waarvoor u credits heeft behaald, een vrijstelling bekomen bij ons, die moet individueel worden goedgekeurd. Het is van belang dat u eigenlijk zo snel als mogelijk, en dat kan zelfs voordat u zich heeft ingeschreven voor de opleiding, zelfs voordat u de keuze heeft gemaakt of u die opleiding gaat al of niet doen, dat u eens checkt voor welke vakken u in aanmerking zou komen voor een vrijstelling. U ziet daar de manier waarop u dat kan doen. U kan daar mevrouw Laurie Janssens voor contacteren en zij gaat u dan informeren of dat u een vrijstelling heeft of niet. Als u alles rustig nog eens wil nalezen, dan verwijs ik u graag door naar onze site. Daar staat ook een meer uitgebreide PowerPoint dan degene die ik net met u heb overlopen. Mocht u nog vragen hebben, bent u altijd welkom om een mail te sturen naar mbe@ugent.be. Wij zullen u graag meer informatie verschaffen. We zijn overtuigd van de kwaliteit en de zin van onze opleiding. We denken dat u daar een goede keuze mee maakt en we wensen u veel succes in de toekomst. Bedankt voor uw aandacht.